Bewoners van zorgcentrum De Recht in Bekendonk genieten van het park dat vorig jaar is geopend. Volgens locatiecoördinator Ron Barens kunnen de mensen op een mooie dag genieten van de natuur. Het park is gerealiseerd door projectgroep Samen en heel veel vrijwilligers en vluchtelingen die zich op hun eigen manier belangeloos hebben ingezet. Leerlingen van basisschool Het Otterke hebben een moodboard gemaakt met voorstellen welke groenten en fruitsoorten er gezaaid konden worden. Het park is rolstoelvriendelijk gemaakt. Eind vorig jaar werd het park bereikt met twee groene bankjes waar men een uitzicht heeft op een dierenpark. Mooi, hè?